Nou, welkom bij de Corporatiedag 2024 in Apeldoorn. Het wordt een hele sportieve dag vandaag, want het thema is volkshuisvesting is topsport. Ik heb eigenlijk twee boodschappen voor vandaag. Eén, in dat je voor jezelf altijd een keuze moet maken. Waar sta ik nu eigenlijk voor? En ik denk ook als woningcorporatie, zorg ervoor dat je ook zicht hebt voor de mensen die misschien niet helemaal mee kunnen komen. Vooral de setting is indrukwekkend, want het is wel een mooie plek. Heel erg fijn om andere corporaties te leren kennen en te ontmoeten. En toen ik binnenkwam, toen viel mij al vooral de massaliteit op, maar ook de locatie. Een hele bijzondere locatie. Ik heb eerst een college tour gevolgd van Anneke van Zanen. Daar is ze eigenlijk gewoon in verteld wat haar ervaring is, hoe het in de topsportwereld zit en hoe dat ook kan werken in de woningcorporatiesector. Achter mij vindt de Super Brainstorm plaats. Vakgenoten die wisselen met elkaar uit over grote opgaven. Hoe pak jij dat nou aan? En daar hebben ze ontzettend veel steun aan elkaar. Ik was bij de workshop over gebiedsontwikkeling en daar vertelden ze over een heel groot project dat ze hier in de buurt aan het doen zijn en hoe ze dat met verschillende partijen hebben ingericht. Ja, we staan hier bij de woning van Tala, flexwoning. Deze woning is volgens permanent bouwbesluit, maar je kan hem ook verplaatsen. En het leuke is dat hij dus helemaal gemaakt is van 90% biobased bouwmaterialen. Mijn thema vandaag was word een held, boost je bevlogenheid, dus zorg dat je vitaal blijft. Zorg dat je toegewijd blijft aan toekomstige resultaten en zorg dat je nieuwsgierig blijft. Het gaf heel veel inzichten over hoe andere corporaties dingen aanvliegen en wat wij er dan weer van kunnen leren. Ik vind het een leuke dag. Ja, mij bevalt. Ja. Hetzelfde als de volgende keer. Dan kom ik sowieso. Ja, ja zeker. Ja, ga ik zeker weer. Ja, zeker. We zijn erbij. Yay! Yay!